Hoe zet je nou een bos bloemen op water? Dat ga ik vandaag laten zien. Het is heel eenvoudig en vooral voor de roos ook heel belangrijk hoe je dat op de juiste manier doet. Als je nou een mooie bos bloemen krijgt, zoals deze bijvoorbeeld. Even uitpakken. Kijk, zo'n prachtige bos als deze, die wil ik het liefst gelijk in de vaas zetten. Belangrijk dan is dat je een schone vaas pakt en dat je, in dit geval zitten er rozen bij. En in dit geval heb ik ook speciale voeding voor rozen. In deze vaas heb ik alvast 1 liter water gedaan. En dat is precies de juiste hoeveelheid voor 1 zo'n zakje met rozenvoeding. Voeding erbij. En dan wil ik het liefst dat de bos zo blijft. Dan ga ik hem niet in 1 keer erin zetten. Ik laat hem wel gebonden zoals hij nou is. Maar ik ga heel eventjes al die steeltjes 1 voor 1 even goed schuin aansnijden. Dat doe je met een schoon en scherp mes. En als je dat hebt gedaan, kan je hem dadelijk prima op de vaas zetten. Deze wijze. Maar ja, hoe doe je het dan als je zelf bij de bloemist een mooie combinatie hebt gekocht? Nou, eigenlijk weer hetzelfde. Wil je nou zeker weten dat je 1 liter water hebt? Wat ik dan vaak doe is, ik pak even zo'n maatbeker. 1 liter erin. Pak een zakje met rozenvoeding. Omdat ik hier ook die rozen heb. Die doe ik hier erbij in. De vaas die heb ik mooi schoongemaakt. Als je zo'n glazen vaas in de kast zet, zet hem dan ook heel eventjes op de kop neer, zodat er geen stof in kan komen. Dan blijft hij ook mooi schoon. Water erin gooien. Zo. In de eerste instantie doe ik altijd eerst het groen erin, want dat geeft dadelijk de ondersteuning aan de rozen die erbij komen. Dan gaan de rozen erin. En als je de rozen pakt, dan heb ik in dit geval eentje waar geen doornen aan zitten. Dus die maak ik goed schoon met het blad aan de zijkant weg. Snij hem goed schuin aan met een schoon mes. Dan plaats ik hem erin. Nou, wat belangrijk is bij rozen is dat je in ieder geval altijd het blad weghaalt. En dan heb je vaak de vraag van Romeo, moet ik de doorns weghalen? Het beste is eigenlijk om de doorns te laten zitten. Wil je ze weghalen en zit er heel veel aan, dan kan je dat met een theedoek doen. Dat je ze voorzichtig zo eraf trekt. Dan beseer je je vingers ook niet. Of je doet, voorzichtig is wat ik nu ook doe, dat je heel eventjes een doorntje pakt en iets opzij drukt. Dan breekt hij vanzelf af en dan heb je zo min mogelijk beschadiging aan de steel. Want dat is heel belangrijk. Hoe meer beschadiging aan de steel, hoe sneller ook bacteriën in de steel kunnen komen en naar de bloem kunnen gaan. En hoe eerder ook de roos zijn kopje kan laten hangen. Dus zo min mogelijk de steel beschadigen. Eventueel zelfs de doorns aan laten zitten. En voor de rest goed aansnijden en in de vaas zetten. En zoals je ziet, doordat ik eerst het groen erin heb gestoken en daarna de rozen, kan je heel makkelijk goed de rozen verdelen en blijven ze ook mooi in het midden staan. Anders heb je vaak dat er zo'n krans van bloemen staat en dat je niet een volle bos krijgt. Dat is een klein trucje. Nou, de rozen zitten erin. En dan is het altijd mooi om nog een paar extra bloemen erbij te doen. In dit geval vind ik de Crocosmia een hele mooie bloem om erbij te steken. Dat geeft net even een beetje dat kleuraccent oranje erin. Zo. Nou, kijk, op deze manier krijg je toch een hele mooie bos bloemen. Eerst het groen erin. Dat geeft de basis, de structuur, waardoor je de bloemen daarna goed kan verdelen. Zorg ervoor dat als je rozen hebt, de doornen eventueel niet verwijderen. En anders heel voorzichtig, zo min mogelijk wondjes, goed aansnijden. Rozenvoeding erbij. En dan is het puur nog genieten van zo'n prachtig mooie bos.